Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 63 hier in Rusland. Heb jij de vorige aflevering in Italië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht met het i'tje. Klik daarop en zal die video natuurlijk verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie van Rusland. We keren dan gelijk een linker voorband. Maar dat is niet erg. Q1 gaan we denk ik gewoon overleven. We moeten gewoon door kunnen komen naar Q2. Sebastian Vettel met een 1.30.9 noteert de snelste raceronde. En wij gaan dus nu onze vliegende ronde in Q1. Kijken wat dat gaat opleveren. We hebben misschien last van verkeer. Kevin Magnussen laat een 1.32.7, sorry, dat is Callum Eilert die dat laat noteren. Bijna P1 met een 1.27.9. Q2 inmiddels aanbeland. De Energy Store is wat warm. Misschien kunnen we die nog wisselen voordat de Grote Prijs begint. Best wel gek, want de Park van Meeregels staan aan. En ik heb hem eigenlijk gewoon verwisseld voordat de kwalificatie begint. Maar hij zit er gewoon nog steeds in. Heel gek dat dat zo kan. We zijn dit keer op de soft beland. Niet op de medium banden zoals normaal gesproken wij dat doen. Er is namelijk regen verwacht aan het einde van de wedstrijd. Charles Leclerc naar P4 met een 1.30.7. Wij schieten hier iets te ver door, krijgen geen track limits waarschuwing en we noteren een P1 met een 1.27.5. Q3 inmiddels aangebroken. Kijken of wij ook de pole position kunnen behalen. We schieten wel een klein beetje door. Dat verpest misschien onze exit. Gaan we kijken wat dit rondje ons gaat opbrengen. 351 km per uur is de topsnelheid. Nou, dat is wat lager dan in Italië. Maar toen haalden wij de 363 km per uur. Het is 12 km per uur langzamer. Lewis Hamilton naar P4 met een 1.29.7. We schieten daar iets te wijd, krijgen een track limits waarschuwing. Maar pakken de pole position met een 1.27.201. We gaan kijken of dit rondje moet worden verbeterd. We staan er gewoon om te kijken of de rest zich allemaal verbetert. En zo niet, dan kunnen we deze ronde gewoon afbreken. En zowel, dan kunnen we gewoon blijven pushen. Want Russell staat op P2 en die kan misschien ook een bedreiging gaan vormen. Sebastian Vettel doet het uitstekend. P3. Daar zal de Duitser blij mee zijn. Nog ongeveer een minuut op de klok voordat de kwalificatie erop zit. Nog 1 minuut dus. Paars in sector 1, paars in sector 2. Maar de kwalificatie zit erop en ik heb helaas die derde sector niet goed genomen. We laten Hamilton daar wel voorbij. Maar Russell verbetert zich niet. Hamilton verbetert zich niet. Jawel, P4. Maar dat is genoeg om de pole position te kunnen veroveren. Een 1-2'tje op de startgrid. Weer pakken wij de pole position. En dat verschil is maar 8000ste. Russell mist hem op 8000ste. En Max Verstappen heeft gewoon een achterstand van 1,1 seconde. Albon zelfs 2,2 seconden. Maar Russell zal hiervan balen. Nou, dan gaan we ons opmaken voor de Grote Prijs van Rusland voor carrière aflevering 63.
Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix, one of eight cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first two rows of the grid in recent years, so let's see if that can change today. It's full throttle for around 56% of the lap here at the Sochi Autodrome, a 3.6-mile run around the site of the 2014 Winter Olympics. 12 right turns and 6 left turns give us a total count of 18, with passing opportunities available into turns 1 and 13. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Norris, Sebastian Vettel, and Hamilton, Sainz, Kvyat, Gasly, and Alexander Albon, Magnussen, Ocon, Charles Leclerc, and Perez, Stroll, Latifi, Nick de Vries, and Louis Delatraz. Matsushita, Giovinazzi, Ireland, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te gaan behalen na dat vorige resultaat in de wedstrijd. Er is regen voorspeld aan het einde van de wedstrijd. Soft medium is de strategie, maar we moeten sowieso denk ik nog een keer naar de intermediates. Dus dat belooft nog wat. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 63 van F1 2020 My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Rusland en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. George Russell komt ook goed weg. Max Verstappen komt goed weg. Lando Norris komt goed weg. Hamilton komt niet goed weg, want Sebastian Vettel zit al gelijk naast de Brit. En Russell kan niet aanvallen. Kijkt daar wel, maar het blijft alleen maar bij kijken. Verstappen pakt Norris voor P3. Hamilton pakt Vettel voor P5. De start dus overleefd. En dat is alleen maar goed om te zien. Nu kunnen wij het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. En gaan kijken of George dit tempo kan volgen. Paars in sector 1, dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. En George Russell kan dit tempo niet volgen. Dat achterstand is 2,1 seconde. En dat wordt denk ik alleen maar groter en groter. Rood in sector 1 en 2. 16e langzamer in sector 2. Maar dat geeft helemaal niks. We hebben nog steeds de snelste raceronde op ons naam staan. Dat is een 1.32.2. We moeten wat meer overtake gaan gebruiken, adviseert Jeff. Dus laten we dat ook maar gaan doen. En we zitten in ronde nummer 6. Een nieuwe strategie is beschikbaar om in ronde nummer 12 naar de mediumband te gaan. Dan rekken we de band met 2 rondjes uit. Dat is dus de softband die we gaan uitrekken. Met 2 ronden. Nog 21 ronden te gaan. De wedstrijd is lang. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. En Russell rijdt gewoon nog op P2. Max Verstappen zit wel achter George. Dus kijken of Russell Max kan ophouden. Zodat wij nog meer vrije lucht hebben. Dat we niet onder druk komen te staan van Max Verstappen in zijn Mercedes. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd als de pitwindow open is en George Russell is naar binnen gedoken. Max Verstappen blijft buiten. Lewis Hamilton gaat naar binnen. Ook Danny Kvyat duikt naar binnen. Russell gaat dus eerder stoppen, eerder naar die mediumband. Kijken of hij geen langzame tegenstanders tegenkomt, anders heeft hij een probleem. Wij duiken dus nu naar binnen.
Max Verstappen gaat met ons mee. En Russell zit in verkeer vast. Go, go, go. 3 seconden. Een veilige pitstop. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. En we blijven aan de leiding. Jazeker, want Russell heeft nog Lance Stroll voor zich. En die rijdt op de softbanden. De Stroll doet dit uitstekend. Om George te blokkeren. Onze pitstrategie is dus nu compleet. We hoeven eigenlijk geen pitstop meer te maken. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Als we de snelste race konden noteren met een 1:31.764. Stroll is naar binnen gedoken en dat achterstand met George bedraagt 4,7 seconden. Stappen naar P3, Hamilton naar P4. Er kan misschien regen komen, dat duurt ongeveer 10 tot 15 minuten vanaf nu. Dus daar moeten we op gaan letten en kijken wanneer die regen komt en of het ook heftig is. Net als in de vorige wedstrijd in Spa-Francorchamps, toen moesten wij in de laatste ronde of in de ene laatste ronde dus naar binnen. Vanwege de regen. Een 31.428 is de snelste raceronde tot nu toe. Het is wat bewolkt te gaan worden. We zitten aan het einde van ronde nummer 18. Als daar een racing point uitvalt, dat is Sergio Perez. Eerste uitvaller van de dag, Sergio Perez. We zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. Als het in één keer een stuk bewolkter gaat worden. Romain Grosjean wordt op een ronde gezet door ons. Danik Fiat is uitgevallen en de safety car is op de baan geroepen. Kunnen wij Grosjean inhalen? Nee, dat kan helaas niet. Nog 5 ronden te gaan. Nou, wat doet Grosjean hier? Wat doet Grosjean daar? En hij moet ons hier laten gaan. Ja, hier is dan dus de safety car. Grosjean rijdt dus achter ons. Dus we hebben een soort van buffer naar George Russell toe. Die op de baan gewoon P2 rijdt. Maar het lijkt net alsof hij op P3 rijdt. Omdat Romain Grosjean daar nog tussen zit. Nog 4 ronden te gaan. En het regent hier in Rusland. Ik zie de regendruppels op de halo verschijnen. Dan is de vraag, hoe hard gaat het regenen? Kunnen wij hier gewoon de race mee op uitrijden of moeten we naar de intermediates? Nog niet iedereen is bij de safety car aangekomen in ronde nummer 24. Oh, pas op, Bernd Meilander, wat doe je? Gaat hij nog door? Nee, die gaat naar binnen. Een hele late call van Bernd Meilander en de FIA. Hij gaat nu pas naar binnen en wij mogen het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. Het regent. Het regent, maar nog niet hard genoeg voor intermediates. We doen het heel rustig aan. Dat komt omdat Romain Grosjean daartussen zit. Grosjean mag hier niet inhalen en wij doen dit heel slim. We gaan wachten. Een beetje de achterbanden opwarmen, dan nemen we deze bocht wat ruim. Heel langzaam aan. Oh jezus, Grosjean staat gewoon stil. Russell staat stil. En we kunnen weer racen. En Russell is gewoon door dat momentje niet wakker gebleven. En dat achterstand bedraagt wel 2,6 seconden. Ik dacht eerst 6 seconden. Dat is 2,6 seconden. Ik vergiste me eventjes. En nog 200 te gaan. En die regen, die wordt denk ik alleen maar erger. Maar het is denk ik net niet goed genoeg om te kunnen switchen naar de intermediates. Dit is gewoon een overlevingsspel. En zorgen dat we de auto niet verliezen. Other teams are fitting intermediate tires. It might be worth considering changing yours too. Bruh, ik zie helemaal niemand naar intermediate switchen, Jeff.
Dus hou gewoon je mond. Hou gewoon je mond. We zitten in de laatste raceronde van de wedstrijd. Nog steeds op die droogweerbanden. En kijken of we het hierop kunnen uitrijden. Het zal wel mooi zijn als dat gaat gebeuren. Hier gewoon langzaamaan doen. Ik schiet hier wel een klein beetje door, maar het is geen probleem allemaal. Komen we aan bij de laatste bochten. Nu krijgen we het zwaar omdat de regen gewoon op de baan is. Russell kan misschien nog die wedstrijd gaan winnen. Want dat gat bedraagt maar 3/10. Kan George hier nog aanvallen? Nee, het is denk ik net genoeg. Het is net genoeg om de overwinning binnen te halen hier in Rusland. In de regen. Russell naar P2. Een goede wedstrijd en gaan ze opmaken voor de volgende aflevering in Japan. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So Anthony, what made the difference out there today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you hit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De uitslag van de grote prijs van Rusland. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook snel het racepunt. Russell mist de overwinning op 2/10. Max Verstappen naar P3. Russell krijgt driver of the day. Kan. Dat kan. Nou, ik hoor dus van Crofty dat wij constructeurs wereldkampioen zijn. Nou, de eerste is dus binnen. Dat is goed gedaan. Nu nog de rijderstitel binnenhalen. Maar ja, dat kan gewoon niet meer misgaan. Ik verwacht gewoon dat we die gewoon gaan binnenhengelen in de volgende aflevering in Japan. En zo niet, ja, dan wordt het dus de aflevering daarop. 114 punten verschil naar George Russell, dus dat zit wel hartstikke goed. Ja, ik ga de video hierbij afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Criminal content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was de Journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Japan.